Ik wil het graag met jullie hebben over elektrolyten. Heden ten dagen zijn er veel verschillende middelen op de markt om paarden een hart onder de riem te steken. Om de prestaties van paarden te verbeteren. En een speciaal plekje daarin verdienen de elektrolyten. En eigenlijk is er toch nog een beetje onzekerheid over. Wat zijn elektrolyten precies? Wat doen ze? En heeft het zin? Heeft het nut voor mijn paard om mijn paard elektrolyten te geven? Om die vraag te kunnen beantwoorden zal ik me eerst eens even voorstellen. Ik ben Liana en ik ben nu ruim 2 jaar afgestudeerd dierenarts. En na afstuderen wilde ik graag eerst eens echt met mijn voeten in de klei veel ervaring opdoen en een stukje van de wereld zien. Ik ben na afstuderen heb ik een baan aangeboden gekregen in Australië en dat nam ik met 2 handen aan. Het was een mooie kans voor mij om veel ervaring op te doen met rempaarden. En veel echt in die Australische outback, in the middle of nowhere, met een probleem te staan en dat op te moeten lossen. Veel vrienden en vriendinnen van mij vonden het spannend dat ik naar Australië ging. Dat was ver weg, land ver weg en er zouden veel enge beesten zijn. En dat was een van de grote grappen om mij een beetje te jennen van tevoren, een beetje spannend te maken, was van, weet je wel wat voor dieren daar zitten? En ik kreeg al van die lijstjes binnen van de top 10 van meest gevaarlijke diersoorten, zitten er 8 van in Australië. Nou, zo ging ik ook een beetje gespannen daar naartoe en het was denk ik mijn derde week, dat ik een keer durfde te vragen van, die slangen, is dat zo gevaarlijk? En toen zeiden ze tegen mij, ja, die slangen, dat valt wel mee, maar je moet alleen even opletten. Als je een bruine slang tegenkomt, moet je stil blijven staan, moet je niks doen. Maar kom je een zwarte slang tegen, moet je juist zoveel mogelijk lawaai maken en gewoon wegrennen. En dat is dus ongeveer het veiligste om met die slangen om te gaan. En ik dacht nog van, hoe weet ik nou of het een bruine of zwarte slang is midden in de nacht? Maar ja, ik dacht, ik zie het wel. En het duurde denk ik nog een maand of 5, 6 voordat ik voor de eerste keer werd opgebeld door een van onze klanten van, mijn Mary is waarschijnlijk gebeten door een slang. En ik kende die klant al wat langer. Het was een hele fijne, gemotiveerde mensen en die hadden een hele goede Mary. En die hadden ze nu net drachtig voor het eerst van een, ook een heel goed presterende hengst. Dus men keek naar het veulen ook uit. En had op dat moment een veulen aan de voet. En ze belde me op. Ze zegt, ja, die Maddie is zo in paniek. Die staat te trillen over het lijf. Die is wankel. Die weet niet waar hij het zoeken moet. En die zegt van, ja, als dat het is, dan is het zo. Maar of ik er toch nog een keer naar wilde kijken. Ik zeg, is goed. Laat de Maddie maar op. Breng hem maar naar de kliniek. Met het veulen erbij. En ze bracht die Maddie daar binnen. En dat paard was gewoon pure angst. Dat paard wist niet waar hij het zoeken moest. Dat veulen, dat liep er wel bij. Maar ze had daar helemaal geen oog voor. En er was echt een stukje paniek. En die Maddie stond daar te trillen over het hele lijf. En op een gegeven moment deed die Maddie iets, die had de hik. Die hikte terwijl zij probeerde adem te halen. En op dat moment dacht ik van, we gaan er nog 1 keer een 3 kwartier de tijd geven. Ik zeg, ik ben het met u eens, van als die Maddie door een slang is gebeten, ja, dat is zo'n antigif, dat haal je niet. Er zijn, ook al zijn er net 2, een bruine en een zwarte slang, maar er zijn nog 100-tal andere slangen. Dus het is een wilde gok om dan een antigif te bestellen. Dat duurt 3 dagen voordat dat er is. En eigenlijk is dat niet eerlijk voor zo'n Mary om die 3 dagen zo door te sudderen. Dus dan zou ik zeggen van, ja, ik doe 1 ding. Als dat niet werkt, dan is het inderdaad euthanasie. Ik heb aan die Mary een infuus gehangen met daarin elektrolyten en dan met name calcium. 3 kwartier later was die Mary normaal. Die angst was verdwenen, die stond weer normaal op de benen en dat veulen kon weer normaal drinken. En die Mary heeft sindsdien, we hebben daar nog wel wat andere dingen in voer aangepast, maar sindsdien keek ze, is zij gewoon gezond geweest. Het punt is, die Mary had zo'n calciumbehoefte eigenlijk, waar niet aan voldoen kon worden. Dat veulentje dat dronk veel melk en die Mary is gewoon in zo'n calciumdip gekomen dat deze problemen kwamen. En sindsdien ben ik mij ook wat meer gaan verdiepen in de elektrolyten, want dat kan dus een enorm verschil maken. En dit was nu nog een Mary die ogenschijnlijk in de weiland stond, maar later in het jaar zagen we ook veel bij endurance wedstrijden. Ook dezelfde soort problemen. Die paarden die een lange rit hebben gemaakt, of bij rempaarden die snel een flinke koers hebben gelopen. Die komen, als daar
iets misgaat in die elektrolyten, ja, die komen gewoon in de problemen. Dus vandaar dat ik het met jullie over elektrolyten wil hebben. Nou ja, wat zijn dan precies die elektrolyten? Elektrolyten zijn zouten en mineralen en dat is eigenlijk een verzamelnaam. En in elektrolyten, in het woord zit ook al een beetje de lading ervan, het is een beetje elektrisch. Elk zout, elk mineraal heeft zijn eigen lading, zijn eigen positieve en negatieve. En het is een beetje vergelijkbaar met een kroeg misschien. Vandaar het plaatje ook van twee uitsmijters erop. Die elektrolyten horen in balans te zijn. Maar net zoals als je een mooie club, een kroeg hebt, dan moet daar binnen de samenstelling van die mensen moet een beetje in balans zijn. Dus kunt je voorstellen als het een avond is waar heel veel vrouwen bij elkaar zijn, dat die uitsmijters heel veel vrouwen binnengehouden hebben, staan die ook elkaar een beetje aan te kijken van, je hebt hetzelfde truitje aan als ik. Dat is, maar andersom, net zo, als die uitsmijters heel veel mannen hebben binnengelaten, ja, kan het zijn dat daar een opstootje ontstaat en zoiets. En dan moet er dus weer een van die mannen moet weer toch wat filteren en wat eruit gooien. Dus dat is eigenlijk hetzelfde wat in het paardenlijf gebeurt. Alleen dan zijn het niet twee uitsmijters, maar zijn het de darmen en de nieren. De darmen die laten bepaalde elektrolyten met hun lading naar binnen. En de nieren zeggen, oh jongens, jullie zijn te veel, jullie moeten eruit. En dat is dus het belangrijkste, dat dat in een balans blijft. Nou, dat daar gelaten, maar wat gebeurt er nou op het moment dat een paard gaat bewegen? Als een paard rustig in de wei staat, zullen deze in balans zijn. Maar op het moment dat zo'n paard gaat bewegen, veranderen de dingen in het lijf van het paard. Om dat een beetje een goed antwoord hierop te kunnen geven, wil ik jullie terugnemen naar het begin. En het begin is eigenlijk van, wat gebeurt er nou bij inspanning? Allereerst gaat zo'n paard heel veel warmte produceren om energie vrij te kunnen maken uit alle reserves. En zo'n paard, hun lijf, moet er energie vrijgemaakt worden en komt er heel veel hitte vrij. Vergeleken bij mensen hebben paarden veel meer spiermassa. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar een marathonloper, is ongeveer 20% van het lichaamsgewicht is spiermassa ongeveer. Bij een paard wat een beetje getraind is, is dat al 40% van het lichaamsgewicht is spiermassa. Dus er komt bij een paard op het moment dat hij wat gaat doen, wat arbeid gaat verrichten, komt er veel meer hitte vrij. En zo'n paard wordt echt warm. Nou, omdat een beetje jullie een idee te geven, heb ik een quizvraag. En voor jullie is van, onder welke condities presteert zo'n paard nu het beste? En welke condities zijn het zwaarst voor een paard? Dan heb ik een drietal condities op een rijtje gezet. En dan mijn vraag aan jullie is van, nou, wanneer is het nou fijn, het makkelijkst voor zo'n paardenlijf om te functioneren en wanneer is het zwaarst? De eerste conditie is op een mooie winterdag. Het is helder weer, het is min 4 graden en het heeft ongeveer 53% luchtvochtigheid. Het paard doet in principe, nu zien we een paardje van een hele mooie race is dit, in Amerika wordt deze gehouden elk jaar. Maar we nemen nu even aan dat een paard gewoon een bepaald hetzelfde werk doet. De tweede conditie is op een mooie zomerse zonnige dag, die we hopelijk deze zomer nog vaak gaan hebben. 28 graden met een 51% luchtvochtigheid. En de derde conditie die ik heb is op een licht bewolkte dag 22 graden en een 72% luchtvochtigheid. En nu is de vraag van, welke condities zijn het beste voor het paard om in te werken? Ja, dan inderdaad die, even kijken, wat moet hij doen? De koude dag, waarbij de temperatuur het laagst is, is voor het paard het fijnst om te werken. De optimum temperatuur van een paard, dus wanneer een paard zich het fijnst voelt, is van min 5 tot plus 10, plus 15 ongeveer. Terwijl bij mensen ligt dat een stuk hoger. Dan is het onder de 10 vinden wij eigenlijk onaangenaam en dan moet ons lijf meer hun best doen om de juiste temperatuur te behouden. Dus voor mensen ligt dat ongeveer rond de 20 graden. Dus bij paarden ligt dat aanzienlijk lager. Wanneer zijn dan nu juist de zwaarste condities?
Ja, gezien het verhaal zullen veel mensen denken dat het juist bij de 28 graden is, wanneer zo'n paard een warme zomerse dag is. Maar voor paarden telt de luchtvochtigheid nog veel meer mee dan de warmte. Dus de dag waarop de luchtvochtigheid 72% is, waarop het dus echt zo'n drukkende dag is, is voor het paard het lastigst in te werken. Nou ja, waarom is dat nou zo? Omdat die paarden hebben één mechanisme om met die hitte om te gaan, één hoofdmechanisme, en dat is dat die paarden gaan zweten. Die paarden die moeten hun warmte kwijt en door middel van de water, het vocht op het lijf en dan met name met ook de lucht die daar langs gaat, kan het paard dus heel veel warmte verliezen. In dit geval is het een mooie foto van een paard en dat is een foto eigenlijk van een schilderij, dus een olieverfschilderij. Dus dat is juist niet een foto, maar ik vond het een hele mooie om te zien. Maar het is altijd al een beetje zo kenmerkend hoeveel die paarden kunnen zweten, ook rond het oog, rond de neus. Maar er zit natuurlijk een grens aan. Hoeveel kan een paard ongeveer zweten? Ik bedoel, als we 2 uur met het paard gaan werken, 2 uur lang een cross rijden door het bos, een dressuurproef, een springconcours. Er zit een grens aan. Er zit een grens aan van hoeveel water kan zo'n paard verliezen. Om dat te beantwoorden gaan we terug naar hoeveel water heeft een paard eigenlijk. Hoeveel water bevat een paard? 60% van het lichaamsgewicht van een paard bestaat uit water, uit vocht. Dus stel we hebben een gemiddeld warmbloedpaard, 600 kilo, die bevat dus 360 liter water. Van die hoeveelheid is ongeveer 1/6 zit in het bloed. Dus 60 liter heeft ongeveer een paard aan bloed. Dan een ander 1/6 zit in overig vocht. Dus dan denken we aan darmsappen, speeksel, in de lymfe, dat soort dingen. En het merendeel, het grootste deel, zit in de cellen opgesloten. Dus in de lichaamcellen van een paard zit het merendeel van het vocht. Maar dan, zoiets kan een paard natuurlijk niet allemaal verliezen. Maar hoeveel doet een paard nou wel verliezen? Een aantal mensen hebben daar verschillende onderzoeken naar gedaan over de hele wereld. Van hoeveel zweet verliest een paard? En dat hebben ze gedaan door te meten van voor het werk en na het werk. Hoeveel weegt een paard? Want hoeveel kilo's is die kwijt? Een deel van die kilo's zal natuurlijk zijn dat een paard toch een keer mest tijdens het werk. Maar dat is te verwaarlozen klein. Nou, al die onderzoeken op een rijtje gezet. En als je ziet, is ongeveer, verschilt dat een beetje per type paard. Daar hebben we een draver genomen en die heeft een koers van 1 maal gelopen. En dan zijn er een beetje verschillende. Het verschilt per paard, het verschilt ook een beetje per onderzoek. Want delen van die onderzoeken worden in Amerika gedaan, delen in Europa. Dus de verschil met de luchtvochtigheid en dergelijke zal verschillen. Maar een draver die ongeveer 1 keer koerst, zal 5 tot 15 kilo van zijn lichaamsgewicht verliezen. Dus ongeveer 5 tot 15 liter vocht verliezen. Een jachtpaard die in 3 uur durende jacht loopt, verliest 10 tot 45 kilo afhankelijk van de weersomstandigheden. Een volbloed die een training doorloopt, dus eigenlijk een normale dag, een training, verliest dan al 4,5 tot 7 kilo. En een endurance paard met een rit van 85 kilometer, die doet ongeveer 10 tot 40 kilometer en wederom afhankelijk van de weersomstandigheden. Waar moeten wij dan ongeveer onze paarden tussen vinden? De eventingpaarden, die zullen tussen de jachtpaarden zitten en de volbloed. Dat is ongeveer een beetje vergelijkbaar met de intensiteit van hun training. En als we dan naar de dressuurpaard kijken, die zal ongeveer tussen de endurance en de volbloed in zitten qua verlies. Wanneer wordt dit een probleem? Is dit al een probleem als een paard een 10 kilo of een 10 liter zweet verliest? Wanneer wordt dat, merkt dan zo'n paard er iets van? We hebben over de wereld afgesproken met elkaar dat wij spreken van een uitgedroogd paard wanneer zo'n paard meer dan 5% van het lichaamsvocht verliest. Dus dat zou 15 liter zijn voor een 450 kilo paard. Dus voor ongeveer een draver, een rempaard. Wanneer die 15 liter verliest, spreken we van uitdroging. Dus als we nu weer terugkijken naar de vorige tabel, zien we dat zo'n draver aan het eind van de koers
toch wel tegen die uitdroging aanzit. Of eigenlijk uitgedroogd is. Als zo'n jachtpaard, die is wel ietsjes groter, dus dan gaan we vaak naar de 600 kilo. Maar die komen allemaal in dat gebied dat ze bij die uitdroging aankomen. Nou ja, wat gebeurt er als zo'n paard uitdroogt? Dus de uitdroging wederom is verlies van meer dan 5% van het lichaamsgewicht. Maar als zo'n paard uitdroogt, zal er minder circulerend volume door het bloed gaan. Het vocht uit die cellen, die zal niet 1, 2, 3 naar buiten kunnen gaan. Wel het vocht daarbuiten, uit de lymfe en dergelijke. Maar het zal voornamelijk zijn dat het bloed daar wat van merkt. Dus er komt minder doorbloeding. Wat je dan ziet is dat de spieren minder doorbloed worden, maar ook dat de huid minder doorbloed wordt. En dat dus vervolgens het paard ook minder zal gaan zweten en dat er dus minder afkoeling plaatsvindt. Dus wat we zien is dat het paard die hitte die hij produceert, die hij moet produceren om energie kwijt te kunnen, kan die minder goed kwijt, minder zweten, minder afkoeling. Maar ook dat die spieren minder goed kunnen functioneren. Want als die spieren niet goed doorbloed worden, krijgen ze niet de juiste voedingsstoffen en kunnen de afvalstoffen ook niet goed afgevoerd worden. Dus het hele functioneren van zo'n paard zal achteruit komen. Dus wat zien we er verder nou vanuit de buitenkant? We zien dat zo'n paard minder gaat presteren, want die spieren die kunnen minder goed functioneren. Als we verder gaan, zien we ook dat het paard minder snel herstelt. Dus als een paard een zware dag heeft gehad, zeggen veel mensen: oh ja, mijn paard heeft gisteren ook hard getraind, dus vandaag is hij een beetje stijf. Maar dat een van de oorzaken ligt hem dus in het feit dat zo'n paard wat tekort is gekomen tegen het einde van de training. En die heeft dus minder zijn spieren kunnen doorbloeden en op die manier kan hij dus ook heeft hij meer afvalstoffen opgebouwd en is dat herstel minder goed. Stel dat paard droogt nog verder uit, dus komt nog verder in de problemen, dan zien we ook andere dingen. Zo zien we spiertrillingen, spierstijfheid en soms zelfs die hik die dat paard ook in Australië had gehad. Die spiertrillingen zijn soms al waarneembaar na een cross of na een endurance wedstrijd, als we die paarden stilzetten. En dan zie je overal op het lijf zie je eigenlijk kleine stukjes van kleine spiertjes die zo samen trillen. En dat zegt vaak van: oh, dat paard is vermoeid. De spieren zijn vermoeid. Maar dat is eigenlijk ook al een gebrek aan calcium met name. Nou, andere vormen, wanneer het echt heel ernstig is, als dit paard nog verder uitdroogt, dan zien we koliek. En dat is vandaar dat er ook vaak op endurance-wedstrijden en eventing-wedstrijden moeten ook paarden die uitgebeld zijn, uiteindelijk nog een keer langs de dierenarts om te vragen of ze fit to travel zijn. Zijn ze fit genoeg om naar huis te gaan? Want soms als die paarden zo ver uitgedroogd zijn, zullen ook die darmen stil gaan liggen en dan kunnen dat bij paarden flinke koliek veroorzaken. Nou, en als er dan zo'n paard nog verder uitgedroogd raakt, maar dan komen we echt in de extreme, dan zul je ook zien dat zo'n paard flauwtes krijgt en dat er functieverlies van organen optreedt. Dan is een hele logische vraag: als mijn paard uitgedroogd is, waarom drinkt hij dan niet direct naar de cross? Of drinkt hij dan niet direct naar de endurance rit als ik hem een emmer water voorzet? Als mijn paard uitgedroogd zou zijn, zou hij die emmer wel opdrinken? Nou, om die vraag te beantwoorden gaan we weer even terug naar het zweten van het paard. Wanneer een paard zweet, verliest hij niet alleen water. Het paard verliest ook elektrolyten, verliest ook zouten en mineralen. Een paard is, zoals wij zeggen, die verliest isotoon dan wel hypertoon vocht tijdens het zweten. Een mens bijvoorbeeld verliest meer water dan elektrolyten tijdens het zweten. Bij een paard is dat juist eigenlijk andersom. Die verliest veel meer zouten en mineralen tijdens het zweten en daarmee ook het water. En het paard is daar vrij uniek in. Misschien niet heel handig gebouwd ooit door moeder natuur, maar het paard is daar een van de enigen die dat zo duidelijk allerlei elektrolyten, zouten, mineralen verliest tijdens het zweten. Nou, daar heeft men ook onderzoek hetzelfde eigenlijk naar willen doen, van hoeveel is dat nu? Hoeveel zouten, mineralen verliest zo'n paard tijdens het zweten? Dat is als volgt. Zelfde onderzoeken, dus ze hebben de dravers weer een koers laten lopen, de jachtpaarden weer een jacht, de volbloed weer die training laten doen en de endurance paard weer die rit van 85 kilometer. En toen hebben ze gemeten aan de hand van allerlei handige technieken van hoeveel
zout en mineralen verliest zo'n paard. En we zien bijvoorbeeld dat een jachtpaard, als we naar het natrium kijken, dus dat is echt het zout, verliest zo'n tot wel 150 gram aan natrium. Kalium, een belangrijke ook in de spiersamentrekking, heeft ook vrij hoge concentraties die hij verliest met werken. Kalium is normaal een elektrolyt wat bij een paard in lagere concentraties in het bloed aanwezig is. Dus dit zijn best wel forse verliezen voor zo'n paard. Nou, dan gaan we weer even voor een beetje het begrip. Zullen we de eventingpaarden ongeveer weer tussen de jachtpaarden en de volbloeden terugvinden? En de dressuurpaarden zullen ongeveer tussen de volbloeden en de endurancepaarden in komen te zitten. Dan is dus de vraag, gaan we het paard voor of na de inspanning de elektrolyten geven? Heeft het zin om dat, is het juist handiger om dat ervoor te doen? Dan is het preparaat een beetje leidend. Want geven we die paarden alleen een spuit, bijvoorbeeld een stroopspuit met elektrolyten, dan komen er veel zouten en mineralen vlak voor die inspanning in de buik. En dan zal dat juist wat water aantrekken. Als wij nou het preparaat erna geven, dan is dat nou precies hetgeen wat hij op dat moment nodig heeft. Dus het idee is om, de timing is beter om het paard na het werk de elektrolyten toe te dienen. En zeker als het dan, kan zo'n paard ook de rust vinden om het water te drinken. Dan de volgende vraag, is het handig om dat paard met voor, na of met het drinken in te geven? Dan is het eigenlijk niet zo belangrijk als het maar kort op elkaar is. Dus het bij voorkeur tegelijkertijd, maar anders kort ervoor of kort erna. Dus zoals ik al eerder zei, om nu elektrolyten te geven, 2 uur later dat paard te laten drinken, dan spreekt dat elkaar een beetje tegen. Ja, en wat geven we dan dat paard te drinken? Zijn daar nog beperkende factoren aan? Of zijn daar nog eisen aan? De meest beperkende factor, en daar hebben ze ook aan onderzoek naar gedaan, van de meest beperkende factor is de maag zelf. Van een gemiddeld warmbloedpaard is de inhoud van de maag ongeveer 12, 13 liter. En we zien dus ook dat die paarden bij een liter of 15 toch gewoon stoppen met drinken. Die maag zit vol. Er is wel wat direct doorgelopen, maar de rek is eruit. Dus de beperkende factor is de maag zelf. En dat is dus ook iets om handig om mee te nemen, dat we wel 3 emmers voor het paard kunnen zetten, maar hij zal nooit die 3 emmers opeten, want op een gegeven moment zit de maag gewoon vol. Dan heeft men ook een heel interessant onderzoek gedaan naar de temperatuur van het water. Maakt dat nou uit? Maakt het nou uit om dat paard koud of warm water te geven? En dit is nog steeds een oud gezegde natuurlijk. Een paard direct koud water na het werk geeft koliek. En ze hebben dat getest. Ze hebben die paarden 4 emmers water elke keer voor elkaar gezet. Van, wil die nou water van 0 graden, water van 10 graden, 20 graden of 30 graden? En unaniem kozen die paarden, op een gegeven moment nadat ze het door hadden wat was, kozen ze allemaal elke keer dat water van 20 graden. Dus paarden vinden het prettigst om het water van 20 graden te drinken en dronken daar ook meer van dan als zij op een gegeven moment gedwongen werden om water van 10 graden te drinken of 0 graden. Daar dronken zij aanzienlijk minder van. Dus dat is iets om mee te nemen, iets wat ook heel simpel en praktisch te doen is, om als we zelfs op een koude dag op concours gaan, is gewoon een thermoskan met warm water mee te nemen, dat in de koude emmer te gooien en de temperatuur stijgt ook iets. Ja, en wanneer geven we dan dat water? Natuurlijk is na het concours, na de arbeid, is een mooi moment. Maar ook daarvoor, als wij daarvoor al die paarden kunnen laten drinken, als zij van tevoren al voldoende water in hun lijf hebben, is dat heel gunstig. Echter, als wij tekort op de arbeid gaan zitten, levert dat alleen maar een volle buik op. En dat kunnen we van onszelf ook voorstellen. Zo'n net een halve liter drinken voordat we gaan rennen is gewoon een vervelend gevoel. Dus bij paarden hebben ze uitgevonden dat ongeveer 45 minuten voor het werk, dat de meest ideale
het meest ideale moment is om die paarden te laten drinken. Dat ze dus wel de voordelen van hebben dat ze echt voldoende vloeistof hebben, maar dat het nog wel genoeg tijd heeft om weg te zakken. Dus ongeveer 45 minuten tot anderhalf uur voor de arbeid is de beste timing. Nou, dan is nog altijd de vraag, gaan we suiker toevoegen aan ons, aan onze elektrolyten? Heeft dat zin? En dan zijn er allerlei verschillende vormen van suiker. Dat kan in de vorm van dextrose, glucose, allerlei verschillende zin. Maar heeft het zin? Bij mensen is er bekend dat suiker het herstel bevordert. Maar is dat ook wel zo bij paarden? Heeft dat zin? En het toevoegen van suiker zou voor mij alleen nuttig zijn als dat ook, omdat dat het opname van water kan faciliteren. Dus op het moment dat de suiker bijin zit, bij de elektrolytenpreparaat, kan dat dus het makkelijker over de darm transporteren. Maar in principe zijn er geen significante onderzoeken dat suiker in zo'n preparaat de prestatie verbetert. Dan een hele andere reële vraag. Kan ik mijn paard ook te veel elektrolyten geven? Wat gebeurt er nou als ik mijn paard elektrolyten geef en hij heeft het eigenlijk helemaal niet nodig? Wat gebeurt er dan? Gaat het dan mis? Of zoals hier een hele mooie toespeling, eigenlijk een foute speling is van dehydrated horse manure. Manure as mest. Van een paard te koop. Dus wat impliceert alsof dat de mest is van een uitgedroogd paard. Dat is niet zo. Wanneer een paard veel elektrolyten geeft, terwijl hij dat eigenlijk niet nodig heeft, hebben we daar een hele goede uitsmijter voor, de nier. De nier die is daar enorm competent en die kan daar heel goed alles eruit filteren. Dus ook al zou het zijn dat ik mijn paard wat veel elektrolyten geef, het paard heeft het eigenlijk niet nodig of ik schiet uit, dan is de nier daar heel goed in staat om alles wat hij niet nodig heeft eruit te gooien en alles wat hij wel nodig heeft om dat binnen te houden. Nee, dan nog even een kort overzichtje van wat is er nou het grote verschil? Want er zijn van de mens heel veel dingen en misschien ook van onszelf, van ons eigen sporten bekend van wat vinden wij nou prettig, waar worden de mensen, kunnen die beter van sporten en die zullen ook overal te vinden zijn. Maar een paard heeft echt een aantal hele belangrijke verschillen die we moeten proberen mee te nemen in onze keuze van geven we een paard wel of geen elektrolyten. En het allerbelangrijkste is nog steeds dat een mens hypotoon zweet. Dus een mens verliest niet zoveel elektrolyten als dat een paard dat doet. Een paard verliest enorm veel elektrolyten met het zweten. Het voordeel daarvan, dus dat is een beetje een nadeel van een paard, maar het voordeel van een paard is dat een paard in de blinde darm een groot vochtreserve heeft zitten. Door dat rioolvoer wat elektrolyten kan vangen en wat veel water kan vangen, heeft zo'n paard eigenlijk letterlijk een appeltje voor de dorst mee onderweg. En dat is iets wat we kunnen benutten. Dus als wij elektrolyten al voor die inspanning gaan geven, daags ervoor, kunnen we alvast die blinde darm als het ware een beetje opladen met vocht en elektrolyten. Nou ja, een ander iets wat we altijd mee moeten nemen met deze vragen van gaan we elektrolyten toedienen of niet, is dat die paarden die hebben veel meer spiermassa. Dus hetgeen wat bij de mensen misschien een kleiner verschil levert, dus die hitteproductie, is bij paarden zoveel groter. Dus dat zweten is ook zoveel belangrijker voor die paarden om daar voldoende energie uit vrij te maken. En ook bij paarden is het ook, die maken meer hitte vrij bij het vrijmaken van energie dan een mens, dan een hond, dan een ander dier. Dus daarin zijn zij vrij uniek. Het andere is het herstel van paarden, is dat het iets anders eruit ziet. Een paard kan zich vrij goed herstellen wanneer het dus ook weinig verder hoeft te doen. Als weinig inspanning hoeft te verrichten. Dus als een paard een keer op de steppen is weggerend voor een leeuw en hij kan daarna weer rustig een paar dagen rondgrazen op die steppen, dan kan hij prima weer een keer wegrennen voor een leeuw. Maar wat wij mensen graag willen, is dat het paard vandaag traint, morgen concours loopt en dan overmorgen het liefst weer naar de les gaat of nog iets anders meegaat. Het paard gaat ook op de wagen en dat soort dingen. Dus wij vragen net iets anders van zo'n paard. Is vaak een dagelijkse training.
En daarbij heeft zo'n paard toch wat hulp nodig in het sneller herstellen. Nou, wat zijn nu een aantal praktische tips en tricks die we mee kunnen nemen uit dit verhaal? Is dat de belangrijkste op de allereerste plaats is koelen. Koelen, koelen, koelen. Op het moment dat zo'n paard gewerkt heeft, of zelfs soms dat zien we tijdens endurance wedstrijden tijdens het werk, is dat het die paarden zo snel mogelijk weer naar normale temperatuur moeten brengen. Zo zijn er ook wel, er zijn onderzoeken gedaan van zo'n temperatuur van een paard hoort normaal niet hoger dan de 38 graden te zijn, maar die loopt op tot ver in de 40 op een moment in die spieren zelf wanneer een paard werk verricht. Het belangrijkste is dat we die snel weer terug kunnen krijgen, zodat dat ook de spieren, de alle eiwitten in de spieren, dat die mooi, dat die beschermd blijven. Want als die te heet worden, zullen die ook veranderen. Dus het belangrijkste is op de eerste plaats het paard te koelen. Iets om daarin mee te nemen is dat op het moment dat we het paard koelen, met emmers water bijvoorbeeld, dat we ook het paard direct weer afnemen. Want als het water op dat paard blijft staan, dus zo'n laagje water, werkt dat juist isolerend. Dus het afspuiten van zo'n paard of het wassen van zo'n paard is heel goed, is juist iets wat we moeten doen. Maar vervolgens wel direct het overtollige water eraf halen, zodat dat niet als isolerend laagje werkt. Nou, wat is nog een andere tip? Is heel simpel scheren. Dan heeft deze eigenaar wel iets heel creatiefs gedaan. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het gaat erom dat hoe minder haarkleed zo'n paard heeft, hoe makkelijker die warmte weer kwijt kan. Ja, en dan andere tips en tricks. Kunnen we een paard leren drinken? Dat zou ideaal zijn. Een aantal bekendere crossruiters, eventingruiters, endurance mensen, die doen dat wel. Die hebben daar een trucje voor. Wat zij dan doen is na een training zetten ze een paard zadel ze af en die hebben ze, zetten ze in een stukje voor in de wei wat ze afgezet hebben en ze zetten daar het paard in en er staat een emmer water of een drinkbak of iets wat zij dienen te drinken en ze laten dat paard net zo lang daar staan totdat hij gedronken heeft. En ze zeggen van ja, dat duurt in het begin de eerste paar keer misschien een 2-3 uur soms, ze hebben een engelen geduld. Maar op het moment dat het paard drinkt, openen ze het volgende hek, zodat ze de wei in kunnen. En paarden zijn eigenlijk best wel heel slim, want binnen een paar keer hebben ze dat trucje door. Weten ze dat ze daar eigenlijk wat drinken, mag ik de wei in. Dus dat zou een tip wellicht te proberen waard zijn. Zeker op een mooie zondagmiddag, wanneer het net wat minder te doen is. Het andere is van dat opladen met elektrolyten. Ik heb het al een beetje besproken wat eerder. Heeft het nou zin om die paarden van tevoren, voor die koersdag, voor dat weekendconcours, heeft het zin om dan al de week ervoor elektrolyten te geven? Dat heeft zeker zin, omdat die blinde darm van het paard, wat dus wat groot is, wat al dat ruwvoer bevat, maar ook dat water en die elektrolyten, om daar al meer in te stoppen. Want dan maken we dat vochtreserve, dat appeltje voor de dorst, maken we bij dat paard wat groter. Dus dat heeft zin om dat paard van tevoren al elektrolyten te geven. Dan komen we bij het laatste puntje. Timing is het allerbelangrijkste. Dus als jullie hier vandaag weggaan, hoop ik dat jullie timing weten. Het is belangrijk dat als we die paarden opladen van tevoren, dat we dat paard ook op de dag zelf ook elektrolyten geven. Nou ja, en wat is dan het meest praktische, wat is het handigst om die paarden in de weken van tevoren, na de training, die elektrolyten te geven, zodat we dat herstel van die paarden bevorderen, zodat we de paarden de volgende dag weer fit te staan. En op de dag zelf, dat we dat dus voor het concours geven of voor de rit. Of bij endurance ritten kan het ook nog tijdens herhaald worden. En dan is het handig om dat van tevoren, zoals ik al eerder heb besproken, dat die 3 kwartier tot 1,5 uur van tevoren te geven, gecombineerd met water. En dat is het belangrijkste, dat je dus dat samen hand in hand doet, om die paarden alvast een extra zo optimaal mogelijk aan de startlijn te laten verschijnen. En dus zo mooi mogelijk naar die finish brengen. Oké, en dan tot slot de conclusie. Wanneer hebben elektrolyten zin? Bij paarden die een uur of langer matige tot zware arbeid verrichten, zijn gebaat met elektrolytengift.
Dus paarden die een uur lang een flinke of een dressuurtraining hebben of toch een lange buitenrit van 2 uur door de bossen gaan maken. En dit geldt nog des te meer tijdens warmere dagen. Dus wanneer die paarden buiten hun comfortzone komen, dus buiten die 15 graden, wanneer er dus zo'n paard extra moet werken eigenlijk, wanneer die het lijf extra druk heeft. En wanneer het vochtige dagen zijn, want dan is het voor het paard al lastiger om die warmte kwijt te kunnen. Dus zo'n paard gaat meer zweten dan. En wanneer die paarden ook op transport gaan. Want ook al staan die paarden nog zo rustig, zijn ze nog zo comfortabel op de trailer of de vrachtwagen. Het is toch vaak moeilijk om dat klimaat goed te controleren. Dus soms is het toch net wat warm, wat koud. Het levert toch wat stress op voor die paarden, hoe normaal zij het ook vinden. Maar toch, zo'n lijf is toch anders dan op een vaste bodem in de stal of in de weide te staan. Dat staat toch te wiebelen. Ze staan toch continu zich de balans te vinden. En dat is toch een inspanning van paarden die meegenomen worden. Dus op een zomerse zondagmiddag, wanneer er 's middags ook maar, al is het maar een dressuurproefje wordt gereden, maar de paard gaat toch even een half uurtje op de wagen. Die moet zich daar losrijden. Die moet het proefje rijden. Moet een half uur weer terug. Dan zitten we al aan deze criteria.